En welkom bij Hallo Thuis met Annemarie. Vandaag wil ik het weer eventjes met jullie ergens over hebben. Want ik ging net in mijn kast kijken. En wat zie ik? Hier, alles op. Een paar losse pinda's. Dus ik moet boodschappen gaan doen. Maar nou hoorde ik dat er een beetje gedoe is in de supermarkt met onze boodschappen. Omdat mensen aan het hamsteren zijn. Toen dacht ik bij mezelf, hamsteren? Wat is dat eigenlijk? Dus wat ik nu wil gaan doen is even op zoek gaan naar een expert, een deskundige op het gebied van hamsteren. Die ga ik even zoeken. Ga je mee? Nou, ik heb hem gevonden hoor. En hier woont hij. Professor Sammy de Hamster. Ja. Zeg Sammy, jij bent een hamster hè? Wat is dat eigenlijk hamsteren? Mam, hamsters kunnen niet praten. Oh ja, ik google even. Wacht even, Sammy. Oep. Oh, hamsters die hamsteren omdat ze als ze gaan eten, dat ze dan altijd bang zijn voor gevaar. Ja, en hamsters zijn ook bang dat het opgaat, dat ze niet genoeg hebben. En daarom willen ze zoveel mogelijk meenemen, in één keer. En ja, daar heeft hij een heel handig plekje voor. Moet je kijken hoeveel die in zijn wangen kwijt kan. Super slim, Sammy. Ik denk dat daarom mensen dat dus ook doen. Dat ze bang zijn dat boodschappen op zijn. Ja. Zou dat kunnen, boodschappen opgaan? Ik ga het eens even onderzoeken. Want, hey, wij hebben toch familie bij de Jumbo? Ja. Ik ga er even heen. Ja, blijf jij hier? Ja. Oké, opnieuw. Als ik dit zo zie, valt het allemaal wel mee. Ik ga dus op zoek naar Marit. Dat is mijn nichtje. Die werkt hier dus. Ga even zoeken waar ze is. Kijk, daar is ze. Hoi Marit. Hey. Kunnen boodschappen opraken? Kan jij mij dat vertellen? Nee, natuurlijk niet. Boodschappen kun je niet opraken. Oh, gelukkig. Maar waarom niet? We krijgen elke dag nieuwe boodschappen binnen. Met vrachtwagen. Elke dag? Ja, elke dag. Er is echt genoeg voor iedereen. Maar waarom hamsteren mensen dan? Ja, dat weet ik niet. Mensen zijn bang dat het op is, maar dat kan niet. Nee hè, dat kan gelukkig niet. Hé, hey, en Marit, hoe zit het dan met de mensen die bij Philadelphia wonen? Ja, we hebben contact. Hier hebben we contact met de mensen van Philadelphia. En ook wij blijven voor Philadelphia zorgen. Oh, dat vind ik echt zo fijn hè. Hé, hey, ik ga even boodschappen doen nu. Ja. Hé, hey, elleboog. Hé, hey, succes. Doei. Doei, doei. Niets. Je bent toch niet aan het hamsteren? Nee. Ik heb een feestje. Denk ik. Hamsteren is niet nodig. Ik ben wel gerustgesteld. En ik hoop jij ook. Nou, vond je hem leuk? Wil je meer zien? Kijk dan op onze website. www.philadelphia.nl/hallothuis. Doei!